Ali B blijft de gemoederen flink bezighouden. De ooit zo geliefde rapper, die onlangs nog werd veroordeeld tot twee jaar celstraf, lijkt zich niets van zijn straf aan te trekken. Onlangs werd hij gespot bij de opnames van een videoclip in Amsterdam en niet zomaar een rapperboef was erbij betrokken. De vraag die nu op ieders lippen brandt: Is Ali B bezig met een comeback, ondanks de veroordeling wegens verkrachting? In juli van dit jaar kreeg Ali B te horen dat hij twee jaar de cel in moet voor een verkrachting in 2018 en een poging tot een andere verkrachting. Maar natuurlijk gaat de gevallen rapper in hoger beroep, want hij is het er niet mee eens. Terwijl het gerechtelijk proces doorgaat, vliegt Ali vrolijk de wereld rond. Eerst naar Marokko, toen naar Dubai. Het lijkt erop dat Ali B zich meer bezighoudt met zijn internationale escapades dan met de serieuze zaak die hem boven het hoofd hangt. Het openbaar ministerie blijft onverminderd achter hun eis van drie jaar gevangenisstraf staan, maar dat lijkt Ali allemaal koud te laten. Hoewel de zaak rondom T-Voice van de baan is, omdat die werd geseponeerd, blijft Ali B. volop in de schijnwerpers staan en niet op een goede manier. De redenen voor het seponeren zijn nooit duidelijk geworden, maar het lijkt erop dat er simpelweg te weinig bewijs was om de beschuldigingen hard te maken. Toch is zijn imago nu voorgoed beschadigd en dat terwijl Marco Borsato ook een naam die valt in dit schandaal nog steeds wacht op zijn proces. Wat het ook is, één ding is duidelijk, Ali B lijkt vastbesloten om zichzelf weer in de schijnwerpers te zetten. Of dat verstandig is, gezien zijn juridische situatie is nog maar de vraag. Maar de rapper heeft al vaker laten zien dat hij zich niets aantrekt van de publieke opinie.